So das ist er. Ja, das ist er, Superior. Steht nun schon ein paar Jahre wieder hier. Sie haben ihn gut versteckt? Ja, dass er nicht dran kommt und schaut aber trotzdem an. Mal gucken, dass ich... Ja, es ist Platz. Es war ja ein Auto zu einer Zeit, da was sich der kleine Mann leisten sollte. Ja. Und man hat aus Kostengründen diese Variante genommen. Ne? Das ist ein bisschen, das ist natürlich ein Unikat. Ja. Ne? Und was meinen Sie, ist das das erste Volkswagen? Ja. Een auto voor elke Duitser. Een gemotoriseerd herrenvolk. Dat was de ambitie van Adolf Hitler. De nazi's bouwden onder leiding van de bekende auto-ingenieur Ferdinand Porsche een auto waar elke burger voor kon gaan sparen. Zo kennen we de geboorte van de beroemde kever. Trots maken in 1938 Porsche en Hitler de eerste rit in wat de geschiedenisboeken inging als het succes van de nazi's. Maar was dit wel de eerste Volkswagen? Paul Schilperoor deed onderzoek naar het ontstaan van de Volkswagen en is gestuurd op een verzwegen hoofdstuk. Een hoofdstuk dat niet paste in de mythe rondom Hitler, Porsche en hun kever. Toen vond ik een artikel uit 1980. Daar stonden kort wat dingen in genoemd over Gans. Dat er dus een Jood geweest zou zijn die eigenlijk de Volkswagen uitgevonden had. Dat klonk wel intrigerend, dat verhaal, dus toen ben ik eigenlijk gaan zoeken. En ja, hoe meer ik vond, hoe interessanter het werd. Ik zal je laten zien wat ik zoal gevonden heb over het dansarchief. Dit zijn allemaal dozen met wat ik uit Australië heb ontvangen. En hier staat nog veel meer. Ik heb dus van de nabestaanden van een vriend van Gans uit Australië heb ik een deel van zijn archief kunnen achterhalen. Maar dit zijn allemaal fotonegatieven van Gans zelf. Zoals zijn werk als journalist voor de motorkritiek en van zijn eigen ontwerpen. Hier is bijvoorbeeld een rolletje over de maaikever. Dat was de tweede prototype van Gans. Daar kan je dus ook wel zien dat hij de naam Kever, Gever, dus al gebruikte. Hele rolletjes zoals je kunt zien, allemaal foto's van Gans in zijn maaikever. Have you ever wondered how the man who drives the snowplow drives to the snowplow? This one drives a Volkswagen. Een Jood die aan de bakermat staat van die wereldberoemde kever, Raspaatje, van de nazi's. Het verhaal doet bizar aan. Wie was deze Jozef Gans en waarom weten we niks van hem? Gans wordt geboren in Boedapest. Zijn ouders zijn geassimileerde Joden uit Duitsland. Tijdens de Eerste Wereldoorlog komt de jonge Gans naar Frankfurt voor een technische studie. Hij wordt al snel gerekruteerd om te vechten in het Duitse leger. Pas na de oorlog kan Gans verder studeren. Het is de periode van het grote T-Ford-succes in Amerika. Gans droomt van een Duitse, moderne versie. Hij dacht dat het mogelijk zou zijn om een kleine auto te bouwen die heel goed zou rijden, met hele goede rijeigenschappen. En veel ingenieurs uit die tijd die zeiden dat het onmogelijk was en de auto kon alleen goed rijden als hij groot was en zwaar. En Gans heeft zich helemaal vastgebeten in dat idee. Na zijn studie maakt Gans naam als hoofdredacteur van een autotijdschrift, De Motorkritiek. Hij bestookt de conservatieve Duitse auto-industrie met vernietigende stukken. De auto's die gebouwd worden zijn te zwaar, te duur en te log, oncomfortabel. Tegen de stroom in pleit hij voor een kleine, betaalbare auto, een echte Volkswagen. Op zijn eigen tekentafel verzamelt en ontwikkelt hij de ingrediënten. Hij heeft het concept al begin jaren 20 eigenlijk vastgelegd. En daarin zitten een aantal elementen die ook in de kever zijn teruggekomen. Dat is het achterin plaatsen van de motor bij de aangedreven achterwielen. Een zogenaamd ruggraatchassis met één centrale buis die de voorwielophanging en de achterwielophanging verbond. En pendelassen, dat is een bepaalde asconstructie waarmee je heel simpel eigenlijk bij motor achterin onafhankelijke wielophanging kan realiseren.
it's nice that we have the opportunity to get together. Did you have a good flight? In zijn zoektocht naar persoonlijke getuigen van Gans komt Schilperoot in contact met Dieter Kupfel. Hij woont al 40 jaar in Canada, maar is even terug in Zürich, de stad waar Gans in 1934 naartoe blijkt te zijn gevlucht. De ingenieur woonde er met zijn vriendin, de tante van Dieter. Dieter kreeg onderdak in het huis van Gans. He was not my father. I called him uncle, but he was a busy person. He was kind to me. My aunt was very deeply in love with Joseph Gans, yes. But they never married. Here you see the house I grew up in and where I lived with Joseph Gans. Okay, can you see him? Ah, God, look. During the war, this was our living room. We had at this point a wood stove. At that time the heating was with coal, but that was not available, so we had to heat with wood, and we made paper briquettes and things like that. Gans schuilt in Zwitserland voor de nazi's. In ruim een jaar tijd is hem in Duitsland alles ontnomen, inclusief zijn paspoort. Hij is illegaal. Dieter Kupfel herinnert zich de sfeer in huis. Being a refugee and being aware of what was happening in Germany was a steady theme of discussion in the house. I was aware of many of the problems and the fears. There was this uncertainty. Could we stay on? How long we could stay on? Would we get the permission to stay on? He was a fighter, but I would say he was obviously not a happy man. There was continuously financial strains. We zijn onderweg naar het hart van het Volkswagen-concern, de fabriek in Wolfsburg, Duitsland. Paul Schilperoort ontmoet voor zijn onderzoek de historicus van het bedrijf. Tot nu toe reageerde deze Manfred Grieger erg terughoudend op de vragen over Gans. Hallo, Mr. Schilperoort. 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 Very nice to meet you. Thank you. De naam Joseph Gans komt in de ontstaansgeschiedenis van Volkswagen niet voor. Maar Grieger blijkt hem wel te kennen. I think the contribution of Joseph Gans to the concept of Volkswagen, of Volkswagens, most, I think it's a plural. First, he was a journalist. Who was, I think, very well person with well knowledge about the development of the technical science in the automobile industry. Second, he wants to build own cars with small car companies. Yes. And this concept fault because it is a long, I think, flow of ideas in the 20s. From different people. One of them was Joseph Gans, but he was not the man who gave all the car companies the ideas of development. Not a single person. I think if you read his articles, you think so. He said, I have given it to Sundab, I have given it to Porsche, I have given it to Mercedes-Benz, I have given it to Opel and others, and everyone destroyed my vision. Ik vind het vooral het meest teleurstellend eigenlijk dat ze zo cynisch er tegenover staan. En dat ze niet wat onderzoek gaan doen daarnaar. Ik vind het meer een aanvulling van de geschiedenis van Volkswagen. Dan dat het een aanval op Volkswagen is. Want het bedrijf heeft niks te maken verder met de vervolging van Gans.